Beyblade, Beyblade, planet rip. De strijd gaat nu beginnen. Vecht door, blijf altijd spinnen. Geen tijd voor twijfel, er is geen weg meer terug. Beyblade, Beyblade, planet rip. Beyblade, Beyblade, planet rip. Spinnen steeds harder, toont ze de power. Ga voor de top, ja, we geven het nooit op. In Beyblade! In het ronde Destroyer Dome Stadion is een groepsgevecht aan de gang. Masamune probeert Striker tegen Jigsaw en Jonas aan te knallen. Maar Jigsaw's B weet hem telkens te ontwijken. Masamune raakt gefrustreerd en kan niet geloven dat zijn Striker hem elke keer weer mist. Masamune en de andere bladers hebben al snel door dat Ionis zichzelf onzichtbaar kan maken. Ze kunnen Ionis niet zien en hij valt hun beest aan wanneer hij maar wil. Lara van het Russische team lanceert haar Rock Scorpio om te zorgen dat Ionis niet meer kan verdwijnen. Scorpio zendt geluidsgolven uit waardoor Ionis zijn verdwijntruc wordt uitgeschakeld en hij weer te zien is. Jigsaw is woedend en stuurt Ionis omhoog en wanneer hij boven in de dome is lanceert hij zijn special move, vuursatelliet. De B barst ineens in vlammen uit en een fel licht vult de dome. Wanneer de rook optrekt zijn veel bladers en een beest uitgeschakeld. Alleen de beest van Masamune en King hebben het overleefd en gaat door naar de volgende ronde. Masamune en King zweren dat ze de finale zullen winnen om aan Jigsaw te laten zien wie er de baas is. Jigsaw geeft geen krimp. Hij is niet het type blader dat zich snel bang laat maken. Ik ben de kampioen. Destroyer Dome, wat ziet hij er mooi uit in het donker. Als hij zo verlicht is, lijkt hij wel de maan die op de aarde schijnt. Ladies and gentlemen, ik hoop dat u genoten heeft van de fantastische Destroyer Dome lichtshow die u zojuist heeft gezien. Maar genoeg special effects, laten we gaan beginnen met de wedstrijd. Ja, dat wou ik horen. Dit is de finale van het groepsgevecht in de Destroyer Dome. Dit laatste gevecht wordt uitgevochten door deze 6 bladers. Masamune, King, Toby, Theo, Jigsaw, Tsubasa! Masamune! Tsubasa! Toby! Theo! Doe je stinkende best, jongens! Oké, cheeseburgers. Wie van deze bladers zal er gaan winnen en mag zich straks kampioen gaan noemen? Geloof mij nou, dat doe ik natuurlijk. Nee, ik ga winnen. Huh? Jij bent een grappenmaker. Ik ben degene die hier gaat winnen vandaag. Omdat ik een legendarische blader ben, weet je nog? Legendarische blader? Ik weet niet wat dat betekent, maar dat klinkt gaaf. In dat geval ben ik ook een legendarische blader. Mooi niet? Zo slim ben je niet. Ik ben de slimste hier. Ik zal je eens wat vertellen, vriend. Degene die dit gevecht gaat winnen is een legendarische blader, oké? Oké, kan ik mijn leven. Zo gaat dat helemaal niet. Nee, echt niet. Dacht het niet. Oh. Maar deze twee weten niet hoe dat echt gaat. Je kunt niet zomaar een legendarische blader worden. Jigsaw is de enige die misschien een legendarische blader zou kunnen zijn. Ik zal hier gaan winnen. Hou je mond! Wat? Hoe hard jullie ook blijven schreeuwen, de enige blader die er echt recht op heeft, dat ben ik. Accepteer dat maar. Jij weer? Wat bedoel je? De blader die er recht op heeft. Je hebt hulp nodig. Misschien, maar hij is wel een sterke tegenstander. Huh? Ionis, vuursatelliet! Very Ares! Ares schild! Striker! Oh! Huh? Ik geloof het niet. Ik zie hem helemaal niet als een hele sterke tegenstander. Wat hij ook tegen ons zegt. Ik ook niet. Dit verandert niks. Ik ben degene die deze wedstrijd gaat winnen. Ik bedoel je. Watch this! De wedstrijd is nog niet eens begonnen, maar het gaat er nu al heel heftig aan toe. Ik hou van je spirit, vriend. Maar denk maar niet dat jij de enige blader bent die hier vandaag graag wil winnen. Vergeet het niet. Wij zitten ook nog steeds in de finale. Toby, Sio. Het is dan eindelijk zover, vrienden. Laten we alles geven wat we hebben en dan maar kijken wie er nummer 1 wordt, oké? Ja, geef echt alles. Tuurlijk. Reken daar maar op. Vanavond zijn hier alleen maar de sterkste bladers. Elk van hen zou dit gevecht kunnen winnen. Dus laten we gaan kijken wie van hen dat gaat winnen.
Oké dan. De B-groep gaat eraan. Let goed op, jongens. Ready? 3, 2, 1. Let it rip! Kom op, Masamune. Tsubasa. Dobby. Jullie kunnen het, Gio. Masamune. Dat zijn pas de aanvallen die je verwacht in een finale gevecht. Fox, ga nu! Tegen jou vechten is gewoon tijdverspilling onbelangrijk. Wat? Ionis is verdwenen. Mooi niet. In het vorige gevecht heb ik al gezien hoe je hem hierop kunt aanvallen. Ego! Huh? Wat denk je dat jij aan het doen bent? Special move! Ego stroomslag! Eagle! Nadat hij Ionis ontmanteld heeft, raakt Eagle hem meteen keihard, mensen! Zet hem op, Tsubasa! Maar meneer, hoe deed hij dat? Eagle lanceerde een schokgolf. Daardoor werd die mantel van lucht van Ionis weggetrokken. Heel goed gedaan, Tsubasa! Dacht je echt dat je bij mij hetzelfde trucje kon uithalen? Ja, dat dacht ik. Maar je hebt de finale gehaald, dus je zal wel een goede bleder zijn. Oké dan. Tijd om serieus te worden. Ionis! Oké, daar gaat hij, Zio. Ja! Fox! Lyra! Doe een special move nu! Dubbele snaartyfoon! Wat is dit? Wow! Yes! Zag je dat? Dat is wat Team Dungeon allemaal kan, als ze goed samenwerken. Neem ze te grazen, Toby en Zio. Maak het nu meteen af! Belachelijk. Tegen jullie twee vechten is vermoeiend. Ik zal jullie voor eens en altijd verslaan. Ionis, vuursatelliet! Oh nee, Striker! Ego! Fairy Ares! Ares Schild! Hoe staat het? Striker is veilig. En Eagle ook. En Fairy Ares. Fox en Lyra zijn gestopt. De eerste bladers die zijn uitgeschakeld zijn Toby en Zio. Toby, Zio. Oh nee. Ik dacht dat we wel wat meer tijd zouden krijgen om te zien wie er nummer 1 zou worden. Het spijt ons, Masamune. Toby, Zio. Oké dan. Nu heb je het echt verknald. Ik zal het gevecht winnen voor mijn twee vrienden. Striker! See this! Striker lanceert een grote golf van tegenaanvallen. Oh ja, pak hem, Masamune! Laat maar eens zien hoe goed het Dungeon Team is. Winnen voor je vrienden, hè? Belachelijk. Let maar beter op jezelf. Is dat zo? Opnieuw, Striker! Raak hem hard! Geweldig! Te gek! Te gek! Dit is echt precies hoe een B-gevecht zou moeten zijn. Ik word helemaal gek als ik er naar kijk! Genoeg! Als ik je niet kan verslaan met één aanval, probeer ik er wel twee. Hé, hey, wacht even! Wegrennen, hè? Ik ga je aanvallen met alle special moves die ik heb, maar... Niet nog een keer! Ik wil vechten! Ik ga nu ook meedoen, oké? Echt niet! Maar hoe... Hey, zag je wat Fairy Ares deed? Ik zag het. Die B draaide gewoon om. En toen ging hij recht op Ionis af. Zou het misschien... Was dat misschien... Omgedraaide rotatie? Ga nu, Fairy Ares! Dat was echt omgedraaide rotatie. Fairy Ares, het is een omgedraaide rotatie, B. Ik snap het. Omdat het stadium rond is, hebben we het tot nu toe niet in de gaten gehad. Fairy Ares heeft vanaf het begin al die omgedraaide rotatie gehad. Wacht eens. Bij het vorige gevecht deed hij dat niet. Klopt. Hij draaide toen gewoon de normale kant op. Fairy Ares kan het allebei. Het
is misschien wel een heel unieke B. Bij het lanceren kan hij zowel links als rechtsom. Wat? Vind je dat leuk? Hij is de rotatiekoning. De voor- en achteruitkoning. Dat is mijn Variaris TD, jongens. Hij gebruikt omgedraaide rotatie. Variaris met zijn omgedraaide rotatie drijft Ionis in het nauw. Een B waarbij je zowel links als rechts om kunt lanceren, hè? Dat is net zoals bij Julian's B, Gravity Destroyer. Wacht even, was er niet een B in Europa die bekend stond als het zwaard van de goden? Was die niet verstopt in een tempel omdat niemand zijn grote kracht onder controle kon krijgen? Aha. Net zoals Galaxy Pegasus die verborgen lag in coma. Als we aannemen dat Storm Pegasus werd gemaakt op basis van het ontwerp van Galaxy Pegasus en Gravity Destroyer werd gemaakt op basis van het zwaard van de goden, wat zou dit dan zijn? Dit is zo leuk! Ik maak er nu een einde aan met één aanval! Dat laat ik niet gebeuren! Die omgedraaide rotatie stelt niks voor! Brandt alles gewoon weg! Ionis, vuursatelliet! Dit gaat zo niet lukken, maat! Niemand kan mij nog tegenhouden, hoor je me? Snij door die vlammen heen, zwaard van Ares! Ongelooflijk! Dit kan toch niet? Watch that! Jigsaw is verslagen! In een confrontatie tussen Ionis en Variaris hield King de vuursatelliet tegen en vol! Jammer dan! Tot ziens, maat! De zon schijnt alleen overdag, niet 's avonds, snap je wel? Mars is degene die 's avonds schijnt! Mijn Variaris DD, jongens! Versloeg je Jigsaw met één aanval? De B die bekend staat als het zwaard van de goden. En Variaris heeft het zwaard van Ares. Wat? Maar dan is hij de legendarische bleder. Hé, hey, lachenbek, je wordt niet te enthousiast, ja? Ik was bijna net zover dat ik hem zou gaan verslaan. Hoe durf je je ermee te bemoeien? Ach, houd toch je mond. Je zou blij moeten zijn dat ik hem voor je verslagen heb. Het is geweldig om de beste te zijn. Oh, jij! Je hebt helemaal het recht niet om zo blij te zijn. En wat is eigenlijk zo geweldig aan die omgedraaide rotatie? Hoezo? Was je verrast? Ik zei het toch, Jigsaw was geen partij voor iemand zoals ik. Nou in! Want jij bent ook geen partij voor iemand zoals ik. Het maakt niks uit dat jij de omgedraaide rotatie hebt. Striker pakt je straks helemaal in, vriend. Interessant. Laten we het meteen maar eens gaan uitproberen. Variaris! Ga, Striker! Nee, ik ga jou verpletteren! Niet te geloven! Ze gaan bieden voor de winst! Masamune en King vechten keihard! Dit wordt een strijd tot het einde! Geen van beiden geeft iets toe! Oh, maar dit is toch een geweldige wedstrijd! Wow, wat een fantastisch gevecht! Als een normaal draaiende B en een omgedraaide rotatie B tegen elkaar vechten, wordt het heftig! De kracht die vrijkomt is enorm! Alles kan gebeuren in dit gevecht! Dit was toch een groepsgevecht? Masamune en King vechten tegen elkaar. Ik wacht af en versla dan de B die overgebleven is. Jammer dan. Een echte bleder vecht altijd met alles wat hij in zich heeft. Een echt gevecht is nou eenmaal heftig. Kom maar op. We gaan toch niet gewoon zitten afwachten, Eagle? Ga nu! Eagle komt eraan! Niet snel genoeg. Wat doe je? Wat? Wat was dat? Eagle probeert aan te vallen, maar in plaats daarvan wordt hij zelf aangevallen. Ga, Striker! Pak hem nu! Nog niet! Even wachten! Huh? Nog niet klaar, Eagle! Blokkeermodus! Verpletter hem, Striker! Geweldig! Kom maar! Wat is er nou? Kom hem maar halen. King staat ze gewoon uit te lachen omdat Tsubasa en Masamune maar blijven proberen om hem steeds weer aan te vallen. Hebben die aanvallen van Eagle en Striker überhaupt wel zin tegen deze Variaris? Dat is vreemd.
Ferriere switcht tussen aanval en verdediging wanneer hij maar wil. Ah, dat kan niet. Kan hij dat echt? Ferriere is DD. Wat een geweldige B. Lekker belangrijk. Wie interesseert dat nou? Mooi, heel goed. Ga zo door. Hier heb ik op gewacht. Het moment dat ik tegen iemand kan vechten zonder dat ik me in hoef te houden. Wat nu? Ik vind vechten echt het leukste, jongens. Het is leuk, het is leuk, het is zo leuk. Nog meer. Blijf gewoon aanvallen. Meer. Oh, nee. Oh. Wat is er met hem? Ik mag dit gevecht geen seconde langer meer door laten gaan. Eagle! Nu is het afgelopen, King. Special move. Eagle stralende tornado inslag. Hot dog! Tsubasa voert de tempo nu op. Met Eagle special move. Wow! Tsubasa! Val aan, Tsubasa! Dit gaat goed. Kom op, kom op, kom op. Ik zal me ook niet inhouden. Let maar op. Special move, Ferriere's koning Dondersmaard. Ongelooflijk! Een heldere rode stralende Mars is op deze aardige land. Ah! Huh? Eagle. Tsubasa is uitgeschakeld! Tsubasa! De enigen die nog over zijn, zijn King en Masamune! Tsubasa! Verman je! Dat is de kracht van Ferrieres, maatje! Nou in! Ik ga toch wel van je winnen, begrepen? Dacht het niet, want ik win dit gevecht! Nee, ik! Nee, ik! Nog een keer! Ik verlies nooit! Wat is dit? Niet goed! Door de grote krachten tijdens dit heftige gevecht is de Destroyer Dome gaan bewegen en rolt hij zomaar op Rain's Arena uit! Kan niet. Meneer Jinga? Kom op, we gaan. Heerlijk. Hamburgers zijn ook lekker, maar er is niks zo lekker als een echte Amerikaanse hotdog. Kioja, wil je er ook een? Huh? Wat was dat? Jongen, wat ben jij eigenwijs, zeg? Nou, jij ook. Geef nou eindelijk eens op. Ik dacht het niet. Je bent wel sterk. Dat ben jij ook. Maar het is raar dat iemand als jij nog niet aan veel toernooien heeft meegedaan. Waarom is dat? Dat komt omdat tot nu toe mij verboden werd om te vechten. Hè? Verboden? Ja. In het kleine Griekse dorpje waar ik werd geboren was er geen enkele bleder die goed genoeg was om mijn tegenstander te zijn. De dorpsbewoners vonden mij gevaarlijk omdat ik te sterk was. Dus pakten ze mijn been af en verboden mij te vechten. Het is niet eerlijk. Waarom mag ik niet beenbleden als ik dat wil? Het slaat nergens op dat ze zeggen dat ik het niet mag omdat ik te sterk ben. En toen gebeurde het. Het voelde alsof ik werd geroepen door het licht dat viel uit de hemel. Dus ik ging naar de ruïnes en daar vond ik het. Ik had het meteen door. Hij was hetzelfde als ik. Hij wilde ook niets liever dan alleen maar vechten. En hij mocht ook niet. Begrijp je me? Net als jij? Daarom ben ik nu zo ontzettend gelukkig. Omdat ik nu kan vechten met alles wat ik heb samen met Ferrieres. En omdat ik een tegenstander heb ontmoet waar ik dat mee kan doen. Oké dan. Ik zal ook al mijn kracht gebruiken. Ben je er klaar voor? Ja, laten we beginnen. Ik zal dit winnen. Nee, ik ga winnen. Special move, flitsende bliksem. Special move, koning Donderswaard. Nee.
Masamune! Oh nee! Ik heb verloren! Te gek! Ik heb gewonnen! Huh? Ah, gelukt, Fairy Harris. Je bent een coole gast. Huh? Jij bent ook cool. Dit is de eerste keer dat ik zo'n leuk gevecht heb gehad. Je hebt me gewoon verslagen. Dus ik moet het nu toegeven. Huh? Jij bent een legendarische blader. Huh? Oké, ik ben echt een legendarische blader. Wat hebben die twee? En trouwens, zou je me nu de waarheid willen vertellen? Wat is je echte naam? Gewoon, om te weten. Huh? Dat zei ik al, het is King, joh. Mijn naam is King. King is nummer 1.